de mooiste reis van hun leven en voor het eerst aan de andere kant van de evenaar, Kenia. Met de hit Over the Hills deelde BZN de bezorgdheid over het voortbestaan van de olifant. De opnames van de special vonden plaats door het hele land en bracht BZN in contact met ballonvaders, wilde dieren en Maasai-krijgers. Ja, we hebben net al veel zebra's gezien en giraffen. Ja? Kun je in de bus gaan? Ja. Mooi hè, safari? Een zebra die uit elkaar gescheurd is. Ja, zo wel. Ja. Ja. Die is toch een jack? Ja. Die niet weet dat ik je nou zeg van... De auto zit al aan. Ze staan er vlakbij, jongens, je kunnen ze pakken. Zal ik even pakken.
all I did was turn around and face that way now. Everyone on face okay. that way. Yeah. Okay? In front of you, you'll find handles. Okay? Kom eens even. Two hands on the handles, okay? At any time during the flight, I say landing positions, I want you to grab your handles and down in the basket as far as you can go. Okay? Okay. Fine, lovely. That's it. Een leeuw! Hallo! Er loopt een leeuw, jongens. Kijk, zie hem lopen? Achter het touwtje. Ja, draai die even om. En dan springt hij. Dat is een mooi baas, hè. Oh, 5. 6. Sorry. Sorry. Dat ook. Dat ook. Ja. Hoe is het plat? Heel erg goed. Mooi werk, hè? Heel erg mooi werk. Dat binnen de lodges waar we geslapen hebben gisteren. Dat heb je nou 3 keer gezegd. Ja, ik heb al 3 keer deze opname van nu gedaan. Dat is dus een giraf, dit. Pilastisch. Nou, wat hebben we daar? Even kijken. Jawel, Koos. Ontbijtje. En daar hebben we de champagne erbij. Hallo, ja. Een koningsmaal. Ja. Proost. Cheers. Dit is dus het champagne ontbijt. Ben je broer Dick? Ja, het gaat erg goed nou weer. Hé, hey, imodium op? Nou, dat heb ik niet dat. Maar ik ga vooruit, het gaat lekker. Oké. Okay. Keizer, wat je beroerd? Kopjes. Echt hè, Jan? Ja, ik denk dat ik straks mijn broek los doe, want het knalt in mijn buik. Heb jij er last van, Dirk? Waarvan? Beroerdigheid, buikpijn. Absoluut niet. Ik heb net een fles champagne op en het gaat gewoon heel goed. Ik kan roosten. Gisteren ging het ook goed. Oh. Ik ga het nergens doen. Zo lekker. Je doet ook weer pet. Lekker eten. Lekker. Uitstekend. Je ziet het, mijn eigen plek, boven op een heuvel, midden in de vlaktes van Kenia, op deze 21ste september 1990. Vanmorgen hadden wij een champagne ontbijt en ik voel het nog steeds bubbelen in mijn aderen. Na een fantastische vliegtocht met de ballon. Dit was het weer voor vandaag. Dit was Dick Stuurman voor BZN uit Kenia. Morgen weer. Zie je eruit? Ja? Wat zeg je nou? Zie je eruit? Hoezo? Je zit erbij zo, je zit helemaal niet meer zitten. Integendeel, ik zit hier gewoon relaxed. Oké. Nee, dat denk ik. De zon is wel net. Jan, kom even hier staan. Nog mee. Hier is gemoffeld ook niet. Dan meet je straks niks met me. Niks. Ja, wel hoor.
We zijn weer een dag verder. En dit zijn dan die bewuste lotjes waar je aan kijkt. Dat is steeds aan het rijden. Mooi weer. Kraakt die al. Lunchpakketjes. We staan hier voor de Kilimanjaro. En ik zie hier het topje en daar, als je goed kijkt zie je de sneeuw van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Oh, hier is hij gestaan. Dit is de originele Maasai vrouw. Ze mag eigenlijk niet op de foto van de politie, maar ze gaat het toch even op voor 20 cent. Oeh, wacht, doe die oren even dichterbij. Die oren heel dicht inzoomen. Ze weet toch niet wat ik zeg nu. Zie je? Die gaat in die oortjes, die vind ik zo leuk. Oh, maar hier 20. Ik zag net ook buffalo's, maar die heb ik nog niet gefilmd. Toen rijdt hij door. Wil je wel door eruit? Ja. Kijk, er komt een beetje de weg over. De andere kant is gedaan. Kijk, ik ga het bos in. Hier is de weg weer mooi, jongens. Niet te geloven dit. Hè? Nou ja. Ziet mooi licht zo. Kijk, kleine dingetjes. Top, zeg hij. Amboseli Lodges. We zijn net aangekomen. Dick die zal direct even het een en ander vertellen. En zoals bijvoorbeeld, we zitten allemaal weer in één persoons. En hier zie je dan bijvoorbeeld zo'n lodge, weet je wel. Ze zijn allemaal naast elkaar. Is hier niet mooi rond? Dan moet je misschien zo nog. Nou, we hebben nu dus pakweg een uurtje of drie hier in die rotzooi gestaan. En er kwam net een kudde Maasai voorbij. Dat wil zeggen, vee van de Maasai met twee van die jongens voorop. En met heel veel spullen moeite hebben we die dus gek weten te krijgen dat ze dus bij Karel, die nu filmt, op de camera zijn gegaan. Maar ja, het is zo. Dat het probleem zit er dus nu. Wat gaan we nou doen? Ja, dat is het probleem. En we zitten dus met allerlei mogelijke toestanden die het allemaal tegenwerken. De zon. Nou zie je weer toevallig net even kijken. Dit is ongeveer. Maar het kan best wijzen dat hij af een kwartier. En we hebben geen shot. Je weet het niet, jongens. Het is toch een toestand. Zo ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Heb je het niet meer in de hand? Hier gaan we dus het stofshot maken. We gaan hier vastlopen. Ali, draait de middels even! Oh.
Ja, maar... En mooi rit achter de rug. Ja, het was niet niks. Stoffen gebeuren. En dan zou je zeggen, ja, wat gaan we nou doen? Ja. We gaan de babyolifanten bekijken. Het is een weeshuis voor babyolifanten. Ik ben inderdaad kleine olifantjes. Snel leeg, hè? Dat ding is zo leeg. Die wimpert van je ogen. Zullen we hier niet tussen staan? Ja, natuurlijk. Durf je kanaal? Ik stel voor een jongst op die straks 12 van die oppassers bij ons zit. Ja, en daar zijn we dan, aangekomen in Nairobi, 24 september 1990. Na een huiveringwekkende tocht door stof. Vastgelopen in het stof, via wilde dieren, buffels, aanvallende olifanten, hebben wij onze weg gebaand door de Afrikaanse jungle. Uiteindelijk, hier in Nairobi, gaan wij het lied opnemen waar deze hele reportage eigenlijk om draait. De olifanten over de hills. Dit was Dick Stuurman voor BZN in Nairobi. Dit is de grootste olifant van het model, hebben ze precies nagemaakt, die ooit gevonden is. Amen. Yeah.
There is no more a sea, my God, they have no right. Over the hills, down in Africa, in the shades of green, the silence of the past. A memory, the light, down in Africa, is a roll of drum that guides the caravan. But here in this heart, beneath the purple sky, down the far along the sky, they see the elephants die. It makes me cry, screaming high and tight and rattling guns. They kill for money, they kill for fun. Millions of them already have died. There is no more a sea, my God, they have no right. Proost. Even een kleine pauze. We kijken nu uit op Lake Nakuru. En we zijn net gearriveerd in de lodges hier. We zijn net een beetje geïnstalleerd. Carole die gaat opnames maken met Cambodian Girl en wij hebben eventjes vrij af. Om Keizer uit zijn lodge. En daar is Dick Plat ook. Nou jongens, hier moeten we 2 dagen blijven in deze tent. En daar staat er wel leuk op. Welcome to paradise. We zitten midden in het oerwoud hier. We slapen vannacht in tenten. In waar is dit? Gisteren, dit is in de Mara. We zijn hier naartoe gevlogen met een Twin Otter. Vanuit Lake Nakuru, waar we gisteren een heavy adventure hebben meegemaakt. We werden in de auto aangevallen door een buffel. En dankzij de goede capaciteiten van onze chauffeur hebben we het overleefd. En vanmorgen zagen wij onderweg naar de airstrip het resultaat van een botsing met een buffel. Er was 1 wagen totaal vernield, chauffeur zwaar gewond het ziekenhuis in. Verder zaten er geen passagiers in. Dit was Dick Stuurman in Namara voor BZN, Kenia, Afrika. Ja? Ja. Dit is de dining room. En over hier heb je de bar. Dit is de bar? Ja. Wat else do you have? De tents on either side of the bar. Ah, oké. Okay. Tent nummer 4 is mijn tent. En dat is de tent van Keizer en Veerman, want die durven niet alleen. Ik zal even kijken in de tent. Jan, kom ik aan. Jan? Die is dus heel hard te maf dus, aan de binnenkant. Die geloven je wel echt over niet. Open hart, Jan. Prachtig mooi beestje. Open hart weer. Kijk eens even hoe leuk. Bedjes. Hier. En dan kun je hierachter. Hierachter kom je dus in de doucheruimte. Wat geinig. Hier ligt de wc hier. Hier. En dan hier rijdt de... Mooi, Veerman. Is hier erg mooi, hè? Prachtig. Wel stil, hè? Ja, goed. Ja, de hoofd omhoog. Stil genomen, zoals je gedaan. Ja. Kunnen we wel terug naar het loopje, waar we mee bezig waren? Jezus. Zie je hoe groot? Bedroefd. Dit is dus ook een soort leeuw, maar dan gewoon heel anders. Een beetje een nare leeuw. We zijn op safari. Ja, met Ari. En we hebben ontzettend veel mooie dingen gezien al. Zoals een koppel marabous, wat leeuwen. Kuddes, wildebeest.
En we zijn nog op zoek naar de buffalo's. Die mannen die gaan zo direct mee voor over de hills. Hier wonen ze ook in. Ja, dat vind je mooi hoor. Ja. Nou, en dan laat ik hem direct terugzien. Dan ziet hij voor het eerst van zijn leven ziet hij zijn eigen. Het is vandaag 28 september 1990. We zijn nog steeds in Paradise Camp, de laatste ochtend. En dan vliegen wij naar Nairobi. Dat worden allemaal close-upjes. Onze regisseur vraagt nu of ik kan werken. Ik moet stoppen met dit statement. Dit was Dick Stuurman in Kenia voor BZD. Nou, ziet hij zijn eigen terug, hè, Jos? Ja. And what is that buggy? Oh. Geen ogen, geen ogen. Jump. Jeppa. Kan maken. Jeppa. Geluid erbij, Dick. Jeppa. Kijk dan maar hier, anders dan loeien ze rond. Jeppa. Wat is dat? Af en toe. Dus we worden love dit. Ik denk als ze straks weer dat wee 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 roepen, dat doe je wee wee wee, oké? Okay? Even lekker gillen. Oké. Okay. Ja.
Onze closing kamer. Ja! Jappa! Jappa! Rol nou een papa gekke bek even snel. Nou even. Hier staat Van der Horst te zonnen. En dames en heren, om te demonstreren dat de zon hier recht boven de hemel staat, zien we hier geen schaduw bij Van der Horst. Nou, daar hebben we allemaal van gedroomd natuurlijk. Dat is nog eens vliegen, hè, jongen? Nou. Dat is nog eens vliegen, hè. Zet hem. Ja, dit is hem. De Dacia 3. Dan gaan we er even in vliegen. Niet te geloven. Een ramp gewoon. Dit is dus... Hi folks, here we are again. Nou, hier gaan we Jeppa opnemen. Iedereen is in afwachting van het publiek.
kan niet voor. Veerman! Have a good time. South Africa. Is het maar eer om u welkom te heten in dit bijzondere land. Hier achter mij staan allemaal uw landgenoten tussen de 20 en de 80. En die u allemaal al kennen, die van u gehoord hebben en nu nog veel van u zullen horen. Ik wou u zeggen namens deze mensen hier vanmiddag, of vanmorgen eigenlijk, vanmiddag, heet ik u hartelijk welkom. Ik wens u veel succes voor nu en de toekomst. Yeah! Well, it was a little commotion, but we didn't have any problems, actually. And how long are you staying? We stay until next Saturday, just to do a TV promotion, and to see our fans, because we're bringing the music, our music to South Africa. Do you have plans of performing in South Africa in the near future? Well, it depends on, you know, we are just looking around and see what's happening, and maybe we come to do concerts in the near future, but we're not sure of that. You haven't got plans as yet? No, we didn't plan a tour till now, but maybe it's possible. Thank you very much. Okay. But some showbiz news. Well-known Dutch pop band BZN, that's a band zonder naam to you, arrived at Jan Smuts Airport today to promote their latest album. The group will make two public appearances on the Witwatersrand during their week-long visit. Many fans welcomed the group at the airport in true Dutch style, with hurdy-gurdy and clogs. This six-member band has been the top-selling group in the Netherlands for the past 22 years. BZN are also very popular in South Africa. Each of their five albums released here has turned platinum. Along with their two Christmas albums, the band has sold over 500,000 tapes and records in this country. BZN leader Jan Tope said in an interview that future performances in South Africa were not excluded. We are just looking around and see what's happening, and maybe we come to do concerts in the near future. We zijn hier bij Gold Reef City, dat is een originele goudmijn. We zijn helemaal een toeristische trekplaats van gemaakt. En daar gaan we ook filmen voor No Jacket Required.
dansgroep hier bij het plaatsje Horst. Weg naar de Leeuwen. Van der Horst, waar is hij? Van der Horst, jij hem de. Vind je hem mooi? Jezus. Wat staat ik, Jack? Nou, als ze zetje aan de willen, gaan ze er gewoon uit. Jezus, Krol is een lekkere vacht. Ik wil hem schoon even. Dus kijk, als je kop vast niet. Nee, dus wil je hem zelf vasthouden, Dick? Dick wil hier de folder van maken, want ik ga nooit meer de folder met een lauw. Wacht even, Jan. Dick, ik ga de folder, kijk op, jongen.
We gaan achter de Brit aan, hè? We gaan gewoon achter de Brit aan. Trouwens, wel een winkelcentrum hier, hè? Ongelooflijk. Late zaak, wat grappig hier. Kerala, tell us, you joined BZN only recently. That's 6.5 years ago. 6.5, that's recent if you take 22 years. Ontzettend leuk, ik vind dat heel leuk. Wat bedoel je met die gezicht was, nee? We know what he's doing in Holland. Hallo, mevrouw. Ik wil applaus.
dat jullie uit al die landen die je bezocht hebt nog kans krijgen om enkele minuten om op een klein plekje, een grondgebied van 5,5 hectare, waarop 99 Nederlanders wonen, om hier te komen en een paar minuten ervan af te trekken. Praktisch alle televisiestations geweest, bij de radio, alle zenders hebben we gehad. En we zijn overal geweldig ontvangen. We hebben net de handtekeningen uitgedeeld op Arnhem Park. Dat was ook een belevenis. Ik denk dat we wel op duizenden handtekeningen gezet hebben op plaat. Ik had zoveel dingen om eigenlijk te zeggen. En alles wat ik wou zeggen, dat heeft Jan net gezegd. En dat doe ik nou altijd. Allereerst wil ik u nog bedanken voor de geweldige ontvangst die we mochten hebben. Met de oorlog erbij, op het vliegveld. Het was hard verwarmd, dat heb ik het nog vergeten te zeggen. Het was leuk dat we het s'avonds al in het nieuwsprogramma konden zien. Het is zelfs twee keer uitgezonden. En het deed toch in Hollandse aangereden staan op. Toch even niet zo in zo'n groot land, of is een groot land. Ik wil u bedanken voor de ontvangst hier, voor het beeldje en alles. Het was enorm spontaan. We zullen nog lang over praten thuis dat zoiets kan gebeuren. En we willen graag het is een beetje behelpen. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. We mogen eigenlijk niet optreden in Zuid-Afrika, dat doen we ook niet. Maar dit is natuurlijk geen Zuid-Afrika, dit is een beetje Nederland. Dus we willen graag een heel klein stukje doen. Van even bij de verjaardag met simpeltjes zonder microfoons. Jan en Carola die gaan even een stukje zingen. Het is een heel bekend liedje te zien, een grote hit geweest. Dus jullie kunnen allemaal meezingen in het Engels, denk ik. Cupid's arrow comes straight to your heart. And you can't see the night, cause we're living apart. You ain't sure about her, don't know what to do. Well, don't be afraid, cause we all sing with you. And there you go. Let's come together. Yeah.
Ladies and gentlemen, meet Mr. Dick Platt. And right next to him, Dirk van der Horst. By the way, did I say that? Where's the Netherlands wezen? Oh, here is the now, yeah. This is recht, nee? This Dirk van der Horst, yeah. Okay. This is recht, yeah. And ladies and gentlemen, he is the guitarist. He knows exactly what he's doing. His name is Mr. Jan Tate. We didn't see the whole country. We mainly saw the TV studios and the radio studios. But from what we saw, we can tell you, we think you have a very wonderful, beautiful country. With fabulous people. We love you. Duidelijk de Kilimanjaro. Mombasa. En wat hebben we hier? Warmjak? Jan? Hoe warm is het schatje, Dick? Ongeveer de temperatuur? 35 min. Als het gebitter is. Ja, nog een uurtje mee op de minuut thuis. En dan heeft 3 weken weer geweest. Dat was echt een sensatie. Hij leest nu de tekst. Een enorme ervaring. En ja, je hoort straks van andere collega's waar we met ze te verder begonnen. Ik vond het echt te gek. Ervaringen waar we met begonnen. En met de beentjes. En even een onprettigste ding is dat er altijd een mannetje die heel lang met zijn camera. Met zo'n rood lampje. Het is? Het was heel erg leuk. Ik vond het mooiste de tenten. De tenten was